Ja, het was zo dat de Waalse boeren met name, die waren het niet eens met het Europese landbouwbeleid. En die wilden ze even stevig komen demonstreren midden in Maastricht. Nou ja, dat zag de organisatie en zeker ook Philippe Hoepen, de burgemeester, niet zitten. Dus die hadden aan de zuidkant, zeg maar vanuit IJsden, hadden die de grens al afgesloten. Ze mochten wel te voet langs de Ensie mochten ze een demonstratie houden. Achteraf hadden ze daar toch nog spijt van, maar goed. Maar die boeren die wilden eigenlijk toch met hun tractoren eigenlijk het verkeer in de stad gewoon vastzetten. Zoals dat nu in Nederland ook wel eens gebeurd is. Maar de Walen die waren dan hun tijd vooruit op dat gebied. Dus we dachten, weet je wat, als we niet vanuit het zuiden binnen mogen, dan rijden we om de stad heen over België. Zullen ze in Maastricht wel niet over nadenken. En dan komen we via Smeermaas hier onderdoor. Ja. Maar daar had Hoepen toch wel op gerekend. Dus die heeft Defensie ingeschakeld. En die heeft hier die onderdoorgangen overal met panzerwagens afgesloten.